Ondertussen nog altijd bij ons Johan Dane. Daarnet hadden we die biografie van Nicole en Hugo. Goedemorgen, morgen. Ja. En ook nu een tweede, toch wel een zeer aangenaam boek. Hè? Zeker en vast. En een mooie aansluiting trouwens voor de muziek. Ja. Met Bart Herman, want hij is zoals de man die het laatste nummer heeft geschreven voor Nicole en Hugo's Schietgebed. Ja. Ja. Heel speciaal nummer. Ja. En het is iemand van de Lage Landen, dus we kan het ook anders. Hè? Mm-hmm. En we zitten bij Arnoud Houben. En ik denk dat vele mensen Arnoud wel kennen van het tv-programma dat momenteel zowel op 1 als op NPO 1 actief is. Weer gestart vorige week, ja, dacht ik. Dwars door de Lage Landen. Zijn vorige was Dwars door België, was in 2020. En dit is een tweede boek eigenlijk, dat bij Pelkmans is uitgegeven, Dwars door de Lage Landen. En het zegt het zelf al. Hè. Men gaat van het ene naar het andere, van België naar Nederland. En hij doet dat op een heel aparte manier. Het is een praktische stapgids die eigenlijk drie bestaande staproutes met elkaar verbindt. Mm-hmm. Dus je hebt enerzijds de GR5A. Die bewandelt een stuk van Oostende en gaat zo langsheen de Belgisch-Nederlandse grens. Dan vanaf Antwerpen heb je de GR5, grote routepaden noemt men dat. En dan vanaf Maastricht heb je dan uiteindelijk het Pieterpad. En dan zit je volop in Nederland, dus wat dat betreft. En men gaat van Oostende naar Pieterburen, dat is zowaar 902 kilometer. Dus buurt van Groningen? Ja, dan zitten we volledig in het noorden. Men begint in Oostende bij het hoogste gebouw dat onze Noordzeekust kent, met name het Europa Centrum, 108 meter hoog en 35 verdiepingen. Ja. Dus je moet niet verder zoeken. Maar Oostende wilde graag het New York van de Lage Landen worden. Dus vandaar eigenlijk die eerste tip. Ja. Het is eigenlijk verdeeld in 37 etappes. Je doet dus die 900 kilometer niet in één trok. Allee, zelfs jij niet? Nee. Dat is iets te veel van het goede. Hè. Maar de etappes gaan tussen de 11 en de 35 kilometer. Hè. Ja. Belangrijk om weten is dat je het kan afstappen, maar dat je het ook kan affietsen. Dat ging je net vragen. Ja, je kan kiezen. Je kan natuurlijk ook met de wagen de verschillende punten doen en van daaruit je wandeling een beetje doen. Beetje zoals het boek van vorige week. Van vorige week, dat was de Atlantische kust. Nu hebben we uiteraard de Noordzeekust en alles er rond. En het is wel goed om weten en ik wil graag toch wel eventjes tonen hoe het er eigenlijk uitziet voor de mensen. Bijvoorbeeld die eerste etappe, dan zie je dat er hier een kaart is. Dus die eerste etappe wordt met bepaalde nummers aangeduid. En die nummers verwijzen eigenlijk naar de plaatsen die ze aandoen, de bezienswaardigheden, de andere zaken die je kan aantreffen met heel wat mooie verhalen, heel wat foto's. En inderdaad, foto's van vroeger ook. Ja, foto's van vroeger en nu. Dus hij gaat eigenlijk volledig in de tijd tot anno 2021. Ja. Ja, dus wat dat betreft is elke etappe op die manier eigenlijk een beetje ingedeeld. En het is zo dat uiteindelijk dat hij een aantal hoofdstukken maakt. Je hebt dus 37 stages, bij manier van spreken. Ja. Maar je hebt ook verschillende hoofdstukken die dan uiteindelijk bepaalde oppervlakten beschrijven. We beginnen bijvoorbeeld aan de Vlaamse kust. De Vlaamse polders, die gaan tot van Oostende tot Hulst. Mm-hmm. Eerste etappe is 11 kilometer van Oostende naar De Haan. Ja. Dat is een mooie inloper. Heel mooie inloper. Dus van de Vlaamse polders gaan we naar de Parel aan de Schelde. Dat is Antwerpen. En dan kunnen we gaan tot een beetje verder Gobbendonk. Dan zitten we al in de warme camp. Ja. Van de warme campen kan je tot Gobbendonk tot en met Diest. Mm-hmm. Ja, dan zitten we dan ook alweer wat verder. Mooie etappe. Dan na de campen komen dan de Groene Long van Limburg. Mm-hmm. Ook wel heel leuk, hè, want daar kan je uiteindelijk alles opsnuiven wat je maar wil. Heel mooi ook. Dat gaat tot Maastricht. Dan gaan we naar Nederlands Limburg. En dan komen we van Maastricht tot in Venlo. Ja. Dus dat is ook al een hele etappe. En dan een mooi stukje over de grote rivieren die de Lage Landen kennen in Nederland. En dat is dan de Rijn, de Maas en de Oude IJssel. Mm-hmm. Dan blijven we wandelen tot Zelhem. Ja. En van Zelhem dan komen we zo terug naar de zee. Hè. En daar heb je de Hondsrug. En dat is eigenlijk de toegangsweg naar Groningen. Dus dan heb je te maken met inderdaad die sfeer die er is. Het landelijke gebeuren en alles wat ermee te maken heeft. Om uiteindelijk dan tot in Pieterburen te komen. Ja. Dat is dan het eindpunt. En we moeten zeggen, dan zitten we daar uiteindelijk aan die dijken die er allemaal zijn. Want het is een drooggelegd moerasgebied. Mm-hmm. Een overstromingsgebied ook. En we moeten toch eventjes 1717 in gedachten houden. Ja. Want dan zijn al die dijken gebroken. Men noemt dat de kerstvloed.
En meer dan 14.000 mensen zijn daarbij omgekomen. Dus je kan je voorstellen, tot en met Groningen was alles overstroomd. Ja. We hopen dat dit in de toekomst met de klimaatveranderingen niet meer gebeurt. Maar het is een onschatbare waarde, dat boek. Zeker als je dan uiteindelijk bijvoorbeeld naar een bepaalde plek gaat, dan kan je aan de hand van de tips die je daar krijgt, heel wat vinden. Hè. Maar ook leuk voor een vakantietip, denk ik, in eigen zeker en vast. En ik ga binnenkort wel eens naar Pieterburen, want je hebt er ook een zeehondencentrum, dat is het eindpunt dan. Hè. En je hebt er ook een café waar je best eens binnenstapt, bij de buren van Pieter noemt het. Okay, dus dat is wel heel mooi gedaan. Nu komt de aap uit de mouw. Ja, en zijn tip is op het einde van het boek, als dit boek uit is en je hebt die 900 kilometer gewandeld, denk nu eens na over stappen doorheen de Waddenzee. De Wadden. Ja. Dus dat is misschien een volgend iets. Hè. Maar ik zei het is zeker voor iemand die graag eens geniet van alles wat maar met cultuur en natuur te maken heeft. En graag wandelt of fietst uiteindelijk. Ja. En je kan inderdaad het programma nog enkele weken bekijken. Dus grote zaken uit dat programma worden hier natuurlijk ingeplaatst. Maar er staat natuurlijk nog heel wat meer in. Hè. Ja. Dus dwars door de Lage Landen, meer dan zomaar een aanrader, Mathieu, voor mensen die zich graag nog eens fit en sportief voelen. Uitgegeven door Pelkmans ook. Hè. Inderdaad, ja. Volgende week, dan zijn we al de maand april in. Dan zijn we de maand april, hè. Begin van de paasvakantie. Ja. Dan gaan we eens een rondje, weet je het nog, fictie doen. Ja, rondje fictie. Rondje fictie, want er zijn heel wat fictieboeken die uitkomen. Okay. Van Vlaamse auteurs uiteraard, die we willen benaderen. Voor mij is dat goed. En ik denk dat we daar goede twee boeken gaan uithalen om eens op een andere manier naar dat te kijken. En dan heb ik nog een non-fictieboek en dan gaan we terug naar de Lage Landen. Dus we blijven een beetje in de sfeer. Ja? En ik zou zeggen, wat is de gemene deler van Sam Bettens, André van Duin, Bob Benny, Koen Krukke, Jasmin. Ja, vooral muziek, maar... Ja. Muziek, ja. Maar het zijn ook mensen die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen. Of transgender zijn. Dus het gaat hem eigenlijk over uit de kast komen in de Lage Landen. Okay. En onze figuur bij uitstek in Vlaanderen is natuurlijk Wilferdi. Ja. En het is een heel mooi boek en heel wat namen die de revue passeren. En eens kijken op welke manier zij dat brengen in hun liedjes of op een andere manier. Oké, dat wordt zeker weer een boeiend. Afspraak volgende week rond 11:30. Hè? Zeker en vast. Oké, dankjewel. En ook te volgen natuurlijk via de sociale media en ook via YouTube kan je de boekenrubriek ongetwijfeld nog eens herbekijken.